need to talk about Björn. Björn Soenes, de Amerika-correspondent van de VRT. Maar Björn is een beetje van zijn melk. Want meer dan ooit wordt Björn beschimpt op social media. Het is een grote ramp. Hem wordt verweten dat hij links is. Het is een Trump-hater, een marxist. Heel veel haat. Dat resulteerde allemaal deze week in een emotionele post van Björn Soenes op Facebook. Het was een Facebook-post die zo lang was dat er eigenlijk een nieuw datacentrum voor moest worden bijgebouwd. De laatste zin, dat weet ik, want ik heb een uur de tijd genomen om te lezen, is we zullen doorgaan. Vrij vertaald naar Ramses Shaffy. Conclusie, Björn is een beetje in de war. En eerlijk gezegd viel dat de laatste tijd ook al op. De verslagen werden steeds meer doorspekt met een soort van je m'en foutisme. Het is wat het is, Wim. Kijk, het is wat het is, Wim. Ja, het is wat het is. Björn begon opeens soms ook informatie te geven waar niemand op zat te wachten. Zoals over kandidaat vicepresident Kamala Harris. En voor diegenen die het willen weten, Wim, ze is sinds een jaar of zes getrouwd op haar 50ste en ze heeft geen kinderen. Ja, whatever. Ja. Je merkt ook dat Björn steeds slechter tegen te veel lawaai kan. Het begint ook zijn zenuwen te werken. Wel ja, ik zie hier net voor mij trouwens tientallen bikers passeren. Vandaar dat ik even moest harder luisteren. Hij moest wat harder luisteren. Maar ja, Björn, als je niet tegen veel lawaai kan, ga dan niet midden in New York staan met je microfoon. En daarover hebben de Republikeinen het. Zij zeggen, kijk, elke winkelruit die wordt ingegooid. Wat denk je zelf? Kijk, en als er dan naast heel veel lawaai ook nog heel veel mensen bijkomen, dan zie je gewoon dat Björn langzaam kapot gaat. Terwijl nog maar 7 kilometer is gebouwd, Wim. Echte muur. De rest is, ja, ik denk dat we nu weggevallen zijn. Björn, je was er nog. Kijk, Donald Trump heeft geprobeerd zijn realiteit te verkopen aan het publiek. Maar pas over 67 dagen weten we of de kiezer daarmee akkoord gaat of niet. En dat hebben we helemaal gehoord, Björn, je analyse. Het is niet makkelijk daar om tussen al die demonstranten te staan terwijl dat volop aan de gang is. Dank je wel voor je bijdrage. Ja. Ja, het zijn schrijnende beelden. En bij de VRT weten ze dit inmiddels ook. Het gaat mentaal niet zo goed meer met Björn. En ja, dan kun je maar twee dingen doen. Ten eerste, je moet altijd lief zijn en complimentjes blijven geven. Dat is goed uitgelegd. Dank je wel, Björn, zoals we gewend zijn. Ja. Daar word ik blij van. En ten tweede, laat hem eens wat andere dingen doen. He, niet de hele tijd Trump en niet de hele tijd Black Lives Matter. Dus werd Björn naar de tennis gestuurd om de US Open te verslaan. En hij stond er in een mooi hemdje en hij mocht ook een interviewtje met Elise Mertens doen. Dat moet lukken toch, Björn? Is it possible to see players here? No. Because we have a Belgian player, Elise Mertens. We are from Belgian television. Yeah, unfortunately not. They're in a contained environment in here. Wauw. Dat was ook Kim Kleisters na de kortste bijdrage aan de US Open van dit jaar, denk ik. Ik denk dat het tijd is om eens met de man zelf contact te zoeken. Om te vragen hoe het nu echt met hem gaat. En als het goed is, heb ik nu contact met Björn. Als het, ja, we hebben contact. Ja, volgens mij wel. Tenminste, hij zou hier nu moeten zijn. Oh nee, er loopt iets mis. Zullen we straks dan even. We gaan straks wel even terug. Zullen we straks terug gaan dan. Volgens mij gaat hij. Björn? Björn, jongen. Björn, we zijn live, hè? Hey, Björn, kom maar, pakt u. Hallo? Hallo? Ja, hey, Jan-Jaap, sorry. Björn is net een klein beetje overstuur. Hij heeft net negatieve Facebook-commentaren gelezen. Dus ik weet niet of dat hij. Björn? Björn, okay. Oh, kom aan. Björn, zullen we anders even later terugkomen? Goh. Maar ik weet niet, misschien is dat niet nodig. Ja. Ik ben hier nu toch. Kan ik u helpen, Janja? Ja, helpen. Ik wou het even hebben over de presidentsverkiezingen. Schoontje hoor. Zeg maar, Janja. Ja. De campagne, hoe verloopt die op dit moment daar? Wel, Jan-Jaap, voorlopig is er van inhoud nog niet zo heel veel sprake. Er wordt vooral veel met modder gegooid tussen de kandidaten. En dat is een klein beetje alsof ik zou zeggen van ah, Björn Soenes die kan negatief commentaar niet aan en die zuipt zich dan maar te pletter, waardoor hij zijn job niet meer kan doen. Björn, van ik kom. Zeg, gaat er iemand Björn even in zijn bedje gaan leggen? Want ik ben hier wel bezig. Ja, is hij zich nu niet een beetje aan het aanstellen, Bert? Ja, Jan-Jaap, ja, natuurlijk. Ja. Hè, maar u moet ook een beetje rekening houden met de situatie. Die is heel moeilijk voor Björn. Hè. Zelfs hier in Amerika zijn de mensen er echt over bezig.
Oh ja, echt? Is de gewone man daarmee bezig? Niet enkel de gewone man, Jan-Jaap. Hello, Mr. Trump. Very nice to meet you. Thank you for having me. Björn Sunnens, he couldn't be here today. You know Björn, right? He's been here for many, many years. I get along with him very well. Oh, really? You do? Because sometimes on Belgian television, he says that you lie. That was a big mistake, and he admits it. I get along with him, but every once in a while, he'll come up with one that I say, where did that come from? I know, he does that, yeah. Right now, he's really sick, and he's lying in bed with a bottle of rosé. Look, he's a weak person. He's been weak all his life, but now he's really weak. I agree, I know. But, you know, some people are saying some really nasty things about him on Facebook. Well, these are terrible and very incompetent people. What do you think should be done about those people? Those people will be overthrown. Their lives will be taken away. Their lives will be endangered. They're all going to be gone. It's just some Facebook comments. They will be thrown to the wolves like you've never seen before. But let's end the interview with a positive note. A little question for the people in Belgium. What do you think about Belgian beer? It's like you're in... Okay. Thank you. Bert, heb ik dat nog goed gezien? Je had een interview met Trump, maar je hebt alleen maar over Björn Sunnens gepraat. Ja, maar ook over Belgisch bier, hè, Jan-Jaap? Oké, nou, de volgende keer misschien dan toch iets over de verkiezingen doen, toch? Oké, dat is een goede tip. Ik neem het mee. Bedankt, Jan-Jaap. Dankjewel, Slotman.